Op de avond van 1 oktober 2008 horen buren het geschreeuw van een jonge vrouw in een flatgebouw in Berlijn lichten raden. Twee mannen gaan naar het appartement, kloppen aan, de deur gaat open en een vrouw zakt voor hen in elkaar. Het mes zit nog steeds in haar rug. Meer dan twintig keer had haar man haar gestoken. Wanneer de buren doorkrijgen dat de dader nog in het appartement is, hebben zij de tegenwoordigheid van geest om de deur te sluiten en hem in bedwang te houden. De man vlucht dan uit het raam. Daarbij verwond hij zichzelf, hij komt niet ver en wordt gearresteerd. Gamze sterft in het ziekenhuis. Er zijn verschillende verklaringen over de vraag of de 24-jarige al eerder bescherming had gezocht in een vrouwenopvang en of zij al een half jaar gescheiden was van de dader. Beide zouden passen in de structuur van een eremoord. Net als de verklaring van een vroegere buurman, zijn familie was tegen het huwelijk. Het is heel goed mogelijk dat zij hem hebben aangespoord zijn eer te herstellen, in mij noemt de rechter het misdrijf. Afschuwelijk vreet en legt hij een straf van 7,5 jaar op voor doodslag. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal Onderzoek